Rusland wordt geconfronteerd met een land dat sinds zijn oprichting in 1776 meer dan 93% van die tijd in oorlog is geweest. De Verenigde Staten kent maar als land maar 17 jaar dat het geen oorlog heeft gekend. Dus het is een per definitie expansionistisch systeem dat niet kan stoppen. En dat een stukje voor beetje nu Europa via de NAVO betrokken maakt bij een wereldoorlog tegen Rusland, zowel als tegen China. En dat zou een discussie moeten zijn onder journalisten in elk geval. Zou mensen duidelijk moeten maken wat nu eigenlijk de feiten zijn. En dan aan de hand daarvan zou je het een politieke issue kunnen maken. Maar zoals u ziet, geen enkel van mijn mainstream collega's zit hier. Want het is niet de bedoeling dat u meedenkt met uw eigen toekomst. Het is de bedoeling dat u als brave burgers gewoon doet wat de opiniemakers beslissen dat belangrijk is. En die beslissen natuurlijk aan de hand van het feit van wat de werkelijke macht hen vertelt.